Goedemorgen, welkom namens Asecom bij deze webinar Tips en Tricks op 4 april 2019. In deze webinar van Asecom gaan wij u meenemen in een aantal functionaliteiten van SAP Business One die wellicht deels voor u bekend zijn, maar waarschijnlijk ook een aantal functionaliteiten die nieuw voor u zijn en handig zijn om te gebruiken in SAP. Nogmaals van harte welkom. Alvorens we beginnen doe ik eerst even kort een voorstelrondje van de presentatoren en even de huishouding van deze webinar. Mijn naam is Erik Hamers, ik ben manager consultancy bij Asecom. Naast mij zit Chris Albers. Chris is supportspecialist bij Asecom. Wellicht heeft u Chris al meerdere keren aan de telefoon gehad als u support nodig heeft. Chris zal het grootste deel van deze presentatie ook verzorgen en na de introductie ook met een aantal slides, maar ook in een live demo de tips en trucs voor u laten zien. Even kort ingaan op de huishouding van deze webinar. We hebben een 50-tal deelnemers. Dus even belangrijk dat we een aantal afspraken maken om de webinar goed te laten verlopen. De webinar wordt verzorgd via de GoToMeeting applicatie. En wij zullen alle microfoons van alle deelnemers tijdens de webinar op mute zetten, omdat het anders erg onoverzichtelijk gaat worden. Heeft u een vraag of een opmerking over de inhoud of over de verbinding of het geluid, dan kunt u die plaatsen via de chatfunctie in GoToMeeting en zullen wij die oppakken. Als we de webinar afsluiten, is er een mogelijkheid om wat extra vragen te stellen. Dat kunt u dan via de chatfunctie aanvragen. En we zullen dan specifiek voor u de microfoon openzetten, zodat de vraag gesteld kan worden en hoorbaar is voor alle deelnemers. De slides zullen we natuurlijk delen na de webinar. En de webinar wordt ook opgenomen, zodat u die later nog kunt terugkijken of kunt delen met uw collega's. Naast de slides laten we ook een aantal tips en trucs natuurlijk zien in een live demo in SAP Business One. We gebruiken daarvoor de SAP Business One voor HANA versie 9.3, patch level 8. Het kan dus zo zijn dat het er wat anders uitziet dan wat u gewend bent. En wellicht dat er sommige functionaliteiten worden getoond die ook in de latere versies van SAP zitten. Dus daar kan een klein verschil zijn. Goed, dan ga ik nu het woord overgeven aan mijn collega Chris Albers. We gaan een 30-tal tips en trucs voor u laten zien. En we hopen dat er een aantal voor u tussen zitten die interessant zijn. En voor u met name het gebruikersgemak gaan vergroten in SAP Business One. Ja, ook namens mij. Goedemorgen allemaal. Chris Albers en ik heb de eer om u de tips te mogen tonen en daarbij een uitleg te geven. Het eerste tip staat al in beeld. Het aanpassen, omschrijving van het artikel. Elk artikel heeft natuurlijk een artikelomschrijving. Zakenpartner heeft een naam. Die kunt u tijdelijk wijzigen in een bepaald document. Ik zal u dat laten zien. Ik spring nu naar SAP. Ik open bijvoorbeeld een klantorder. En ik ga daar eerst een zakenpartner kiezen. Ik kies een artikel. En we vinden de artikelomschrijving op die plaats. Als ik daar een andere omschrijving wil hebben, tijdelijk alleen voor dit document, dan typ ik de omschrijving in. Ik ga niet met de tabtoets naar het volgende veld, maar ik gebruik de Ctrl-Tab-toets, zodat hij het artikelomschrijving laat staan en dat u dus een afwijkende omschrijving kunt gebruiken voor het artikel op dit document. Natuurlijk bij een volgend document staat de normale artikelomschrijving weer daar. Dus de Ctrl-Tab toets om uit het veld te springen. Dat was de eerste. Dan gaan we naar de volgende. Resultaat zoekscherm vasthouden. Wanneer u gaat zoeken in SAP, bijvoorbeeld met het sterretje naar een zakenpartner, dan komt daar een zoekscherm. En dat zal ik u ook even tonen. Ik sluit deze klantorder. Ik hoef hem niet op te slaan. Ik ga bijvoorbeeld naar zakenpartners. En ik ga naar de stamgegevens. Ik doe met een sterretje, ga ik zoeken naar een bepaalde zakenpartner. Dan vindt u hier rechtsbovenin dat u de mogelijkheid heeft om het venster zichtbaar te laten. Wat betekent dat? Als ik dat aanvink, ik ga nu naar een bewuste zakenpartner. Ik heb hem bekeken, maar u ziet al op de achtergrond, het zoekscherm blijft nu staan, zodat als u deze kaart verlaat, dat u nog steeds het zoekscherm in beeld heeft en dat u dus snel naar een volgende zakenpartner kunt zonder dat u weer de zoekcriteria moet invoeren. Dus venster zichtbaar laten, hier rechtsboven, kan erg handig zijn om wat sneller en efficiënter in SAP te werken. Ik sluit mijn schermpjes weer en ik ga weer terug naar mijn presentatie. Een voorbeeld van een tooltip instellen. Wat is een tooltip? Een tooltip is, en dat ziet u ook in deze slide, als u op een artikel bijvoorbeeld gaat staan, dan krijgt u de artikel stamgegevens in beeld. En u kunt zelf bepalen welke omschrijvingen u te zien krijgt, hoe die tooltip eruit ziet. Ik zal u dat ook weer tonen. Ik moet natuurlijk in het menu zoeken naar tooltip. Om het mezelf wat makkelijker te maken, tik ik dat hier bovenin, zodat ik niet op hoe dat SAP voor mij gaat zoeken. Bijvoorbeeld tooltip. Hier ziet u hoe het nu geconfigureerd is. Als ik bijvoorbeeld naar zakenpartners ga, wat laat hij mij zien als ik op een zakenpartner ga staan in een document? De aangevinkte zaken. Ik zet daar bijvoorbeeld het rekeningssaldo bij. Dat wil ik ook graag weten. Actualiseren. Oké. Dat betekent dat als ik nu bijvoorbeeld weer een klantorder ga invoeren. Of ik pak er eentje die er al bestaat. En ik ga hierboven de zakenpartner hangen. Dan zien we dat hier het rekeningssaldo nu getoond wordt. Terwijl dat voorheen niet het geval was. Ik kan dus diverse informatie in beeld krijgen, enkel en alleen door op het te gaan staan. Mocht u UDS hebben, User Defined Fields, extra velden op het zakenpartnerveld, dan kunt u die ook in die tooltip vermelden. Dus het is niet alleen de standaardzaken, maar ook de zaken die later zijn toegevoegd, die kunt u in de tooltip vermelden. Ik sluit weer het scherm. Ik ga weer terug naar mijn presentatie. De sneltoetsen, de gebruikerssneltoetsen. Sommige mensen vinden dat het weer een beetje teruggaan is in de tijd. Maar op uw toetsenbord heeft u nog steeds de F1 tot en met de F10 of de F12 toetsen. En die kunt u gebruiken om snel te navigeren binnen SAP. We gaan weer hier naartoe. We gaan naar de extra gebruikers sneltoetsen en die kan ik configureren. We hebben een tabblad dat is lijst. Daarmee kunt u zien hoe het nu geconfigureerd is. Op dit moment als ik op de F2 druk gaat hij automatisch naar de klantorder. Ik zal er eentje aan toevoegen. Ik neem de F3. En ik wil bijvoorbeeld naar het stamgegeven van de zakenpartner. Ik klik op toewijzen. Even voor de zekerheid kijken of die in de lijst staat. Jawel. Oké, kan ik eruit. U kunt het nu niet zien, maar ik ga nu op de F3 drukken. En dan opent hij de stamgegevens zakenpartner. Dus u kunt aan bepaalde F-toetsen bepaalde schermen hangen die u heel vaak gebruikt. De sneltoetsen, en dat zit bij extra. Dit is trouwens per gebruiker. Als u gebruiker 1 bent, dan doet u dat alleen voor uzelf en niet voor gebruiker 2. Bijlagen gebruiken. Ik zal dat niet tonen. Ik hou het even bij deze slide. Bij elk marketingdocument heeft u een vierde tabblad bijlagen. Daar zit altijd een knopje rechts bladeren. En als u dan wederom op bladeren kiest, dan kunt u elk document wat opgeslagen is op uw computer of op het netwerk aan het marketingdocument koppelen. Dus op elk marketingdocument bijlagen, bladeren en dan kunt u bestanden toevoegen aan dat bewuste document. Drag and Relate is al vaker naar voren gekomen, maar we vinden het zo belangrijk dat we het er toch nog een keer tussen gezet hebben. Ook dat zal ik niet tonen, maar wat u kunt doen is een document in beeld zetten, meestal met een zakenpartner en een artikel daarin. Dan kiest u in het menu voor Drag and Relate en dan sleept u bijvoorbeeld de zakenpartnercode, in deze slide is dat C20.000, die sleept u naar klantorder en dan krijgt u alle klantorders van die bewuste zakenpartner naar voren. Dit kunt u ook met items doen, items slepen naar bewuste documenten om daar een overzicht van te krijgen. Het is dus een snelle manier om een overzicht te creëren of per zakenpartner of per item. Datumveld. Bijna elk marketingdocument heeft verschillende data die u moet invullen, rechtsbovenin meestal in het scherm. En die data invullen, dat kan soms wat eenvoudiger dan dat ik merk aan de telefoon dat sommige mensen daar gebruik van maken. Ik zal dat toch even tonen. Ik ga weer terug naar mijn SAP. Ik gebruik weer mijn klantorder daarvoor. En hier rechtsboven wordt een datum van vandaag als boekingsdatum reeds ingevuld. Ik pak even het veld leveringsdatum. Elk willekeurig teken wat u intoetst, ik zal nu de aannemen, dat zorgt ervoor dat u de datum van vandaag krijgt. Dus elk willekeurig teken zorgt voor de huidige datum. Als u intikt, in mijn geval doe ik even de 6. Dan pakt hij de 6e van deze huidige maand. Dus enkel door 6 in te voeren wordt het nu 6 april. Als u intikt 0605, u kunt het al vermoeden, dan wordt het 6 mei van dit jaar. Hij pakt dus altijd, als u dat niet invult, de huidige maand of het huidige jaar. Als u zegt, deze order, ik wil de leveringsdatum op volgende week hebben, dan kunt u ook altijd plus 7 intoetsen. Want dat betekent 7 kalenderdagen, dus niet werkdagen, kalenderdagen vooruit. En dan maakt hij daar de 11e van. En zo kunnen we dat uitbreiden plus 1 M van maand. Of plus 1 Y. Van jaar. En zo kunt u dat datumveld wat makkelijker invullen dan dat u dat helemaal moet intypen of dat u gebruik maakt zelfs van het icoontje om een datum te kunnen kiezen. Dat over datumvelden, vele mogelijkheden. Dit is een optie alle schermen sluiten, waarbij ik ook wel zie aan de telefoon en of ik met mensen meekijk, dat daar niet zoveel gebruik van gemaakt wordt. In SAP is het natuurlijk mogelijk om verschillende schermen te openen en verschillende schermen over elkaar te hebben. Met deze optie, venster alles afsluiten, dan opent u, dan sluit u alle geopende vensters. En er is in de laatste versie ook bijgekomen alles sluiten behalve deze. Dat wil zeggen dat u alle schermen sluit behalve het scherm waarin u op dat moment actief bent. Snellere manier om bijvoorbeeld als u denkt ik ga een kopje koffie drinken en ik wil toch de schermen sluiten, dan kunt u deze methode gebruiken bij de optie venster. Copy, paste regels in een document. Het wordt steeds gebruikelijker om gebruik te maken van functionaliteit van Excel, om dat makkelijker in documenten te plakken. We zullen later ook zien dat het importeren ook wat is uitgebreid vanuit Excel. Maar dit gaat echt over copy en paste van regels in een document. Ook dat wil ik u even laten zien. Ik heb al een Excel documentje voorbereid. Ik heb een artikel. Ik heb daar maar 14 regels van gemaakt. Aantallen 1 en ik kopieer dit. Ik ga weer terug naar mijn SAP. Ik heb mijn klantorder nog openstaan. Ik zal even een klant invoeren. Ik ga op artikelnummer staan en ik doe nu met op mijn toetsenbord Ctrl-V plakken. En u ziet dat hij de gegevens die ik gekopieerd had uit Excel netjes in het document plakt. Natuurlijk moet u de goede kolommen gebruiken in de goede volgorde. Mocht u daaraan twijfelen, u kunt altijd de tabel kopiëren. Dat heb ik nu met de rechtermuisknop gedaan, dat u exact de volgorde van alle kolommen weet. Plakken vanuit Excel in een marketingdocument. Ik sluit deze weer even. Ik hoef hem niet op te slaan. Rekening geleverde goederen. Het is mogelijk in de laatste versies om het moment van een levering en de tijden tussen de levering en de factuur die u stuurt te overbruggen met een tussenrekening. Normaal, als u een levering, dan worden de kosten gelijk geboekt, kostprijs verkopen bijvoorbeeld. En de factuur kan een maand later zijn en dan worden de opbrengsten geboekt een maand later. Je kunt per zakenpartner ook gebruik maken van een tussenrekening. Dat ziet u hieronder aangevinkt bij deze partner. Rekening voor geleverde goederen gebruiken. Wat gebeurt er bij een levering? Wordt de kostprijs geboekt op een tussenrekening en pas bij de factuur wordt die tussenrekening tegen de kostprijs weggeboekt. Ik wil u dat toch even laten zien. We pakken een levering. Ik heb het bij de eerste klant, de eerste zakenpartner ingevoerd, want dit kan per zakenpartner ingevoerd worden. Ik zal de volgende kolom nemen, het artikelnummer. En waar ik nu naar ga kijken is hoe hij dit zal boeken middels een journaalboekingspreview. En dan zien we de boeking dat hij gebruik maakt van een tussenrekening. Die heb ik genoemd geleverde goederen. 3010. Die komt dus op de balans. En pas als ik een factuur ga maken, dan wordt deze factuur, deze rekening tegengeboekt tegen de kostprijs. Met het gevolg dat zowel de kosten als de opbrengsten in dezelfde periode komen. Terwijl als u niet gebruik maakt van deze tussenrekening, het kan gebeuren dat de kosten dus een maand eerder of 2 maanden eerder liggen dan de opbrengsten. Rekening voor geleverde goederen. Dat kunt u per zakenpartner instellen. Het zal wel ook op een wat hoger niveau bij de bedrijfsinstellingen 1 keer ingevoerd moeten worden dat u daar gebruik van wilt maken. Dat is deze en dit is per zakenpartner op het tabblad boekhouding. Een zakenpartner die kan ook wel leverancier zijn. Dat wil dus zeggen dat hij eigenlijk in uw administratie 2 rollen vervult. Nou, als wij een zakenpartner invoeren, zullen wij boven moeten vertellen of het een klant is of een leverancier. Dat betekent dus dat u diezelfde klant of leverancier 2 keer moet invoeren. Maar door, ik heb hier de leverancier V70.000, op het tabblad boekhouding zeg ik dat er een verbonden klant is C25.000. Dus de leverancier met deze naam is verbonden met de klant met deze naam. Denkt u, wat is daar nu het voordeel van? Dat staat hieronder, zowel bijvoorbeeld in de Payment Wizard of in de Aanmaan Wizard, de Dunning Wizard, kunnen deze 2 zakenpartners gecombineerd worden en dan is ook een afstemming intern mogelijk. Dus op het tabblad boekhouding van een zakenpartner kunt u de koppeling leggen met een klant of een klant met een leverancier. Kopieer van goederenafgiften naar ontvangst. Het is tegenwoordig mogelijk dat als u een goederenafgifte heeft gedaan, dat u die later ook weer kopieert naar een ontvangst van diezelfde goederen. Bijvoorbeeld, u heeft zaken uitgeleend, displaymateriaal, bijvoorbeeld wat weer terugkomt. Dat kan op deze manier heel snel ook weer worden ingeboekt. Ik ga weer even hier naar een goederenafgiften. Daar is die. Ik heb er al eentje in staan. Deze goederen zijn afgegeven en hier staat nu bij kopiëren naar, kan ik hem ook weer gelijk binnenboeken. Dus een goederenafgifte kan ook geboekt worden, gekopieerd worden naar een ontvangst van dezelfde goederen, zodat dat heel snel heen en weer geboekt kan worden. Bruto prijslijst. Tegenwoordig kunnen we door hierboven het woordje bruto aan te vinken ook de prijslijst als waardering in bruto prijzen krijgen. Hieronder staat dan ook de prijzen ingegeven in de prijslijst. Dat zijn niet meer exclusief btw-prijzen, maar dat zijn inclusief btw-prijzen. En deze bruto prijs verschijnt ook in het veld totaal in verkoop en inkoopdocumenten. Dus in een prijslijst kunt u tegenwoordig zeggen dat u gebruik wilt maken van bruto prijzen in plaats van netto prijzen. Een nieuw scherm is de retouraanvraag. Voorheen moesten we altijd, als we iemand aan de telefoon hadden, gelijk een retour aanmaken. Dat hoeft niet meer. U kunt ook eerst een retouraanvraag indienen. Het voordeel is dat die nog geen boekingen kent of wat dan ook. Dat er later over gekopieerd kan worden naar een daadwerkelijke retour. Maar dat er eerst een aanvraag ingeboekt kan worden. En niet per direct een retour moet ingevoerd worden. Dus een retouraanvraag is een nieuw scherm wat er tussen is gekomen. Verslag laatste prijzen. Als wij op een bepaald document, marketingdocument zitten in SAP Business One. Ik pak er weer eentje bij. Laten we eens een levering nemen. En ik ga op de kolom prijs staan. Met Ctrl-Tab krijgen we een verslag van de laatste prijs. Ik maak gewoon een nieuwe levering aan. Bepaald artikel weer. Hier even een stuksprijs. U ziet het niet, maar ik druk nu weer op de Ctrl plus Tab toets. En dat betekent dat op dat moment in beeld verschijnt een verslag van de laatste prijzen die voor dit artikel en voor deze zakenpartner gehanteerd zijn. Want u ziet, u heeft een heleboel selectiemogelijkheden om dit lijstje te bekorten. Specifiek voor deze zakenpartner, specifiek voor dat artikel en alle documenten waarin gekeken moet worden. En hier staat dat hij dan de 10 laatste prijzen moet laten zien. Dus hoe kreeg ik dit schermpje? Nogmaals, in een kolom waarin een prijs staat, drukt u op Ctrl-Tab en dan krijgt u een verslag van de laatste prijzen die gebruikt zijn. En in dat scherm zag u ook een heleboel mogelijkheden om te selecteren wat u wel en wat u niet wilt zien. Verslag laatste prijzen. Journaalboekingen, als u die invoert, kan dat op eigenlijk twee manieren. Wanneer u een boeking maakt en u boekt op een bepaalde rekening, maar wel 4 maal in eenzelfde boeking. Bijvoorbeeld een kostenrekening van, en u wilt de kosten van januari, februari en maart. Die doet u als 3 losse regeltjes. Dan is dat normaal gesproken 1 boeking op de grootboekkaart van die kostenrekening. Als u zegt nee, ik wil graag zien dat er 3 regels zijn geboekt, dan moet u de journaalboekingen splitsen op documentregels. Dat zit bij het scherm documentinstellingen en daar kunt u deze optie die rood omkaderd is, journaalboekingen splitsen op documentregels. En dan kunt u kiezen gesplitst alleen in een voorbeeldjournaalboeking. Maar dan zult u echt gesplitst moeten kiezen om hem daadwerkelijk meerdere regels op dezelfde grootboekrekening te krijgen. Zodat u ook eventueel meer informatie op die grootboekkaart heeft. De volgende slide heeft daar direct mee te maken. Want op een grootboekkaart wordt natuurlijk informatie gezet waar die boeking vandaan komt. De opmerkingen die op zo'n grootboekkaart komen, die kunt u zelf instellen door middel van het schermpje links naar referentievelden. En dat wil ik even laten zien. Ik zal mijn levering even afsluiten. Ik had hier natuurlijk ook kunnen kiezen voor venster, alle vensters sluiten. Links naar referentievelden. Wat we hier in het oog moeten houden is altijd dat u iets regelt om de journaalboeking te wijzigen. De informatie die in de journaalboeking komt. En u kunt hier bijvoorbeeld, wat zullen we eens nemen, bij een factuur, uitgaande facturen. Die maakt natuurlijk een boeking. Als u een factuur opslaat, actualiseert, dan wordt er een boeking van gemaakt. En dit zijn de elementen van een boeking. Je hebt dan een kop van de boeking en de regels die in de boeking staan. En wat we hier zien is bijvoorbeeld, wat komt er nu op de grootboekkaart te staan van de regel van de journaalboeking? Daar komen nu de journaalgegevens en dat zal zijn factuur V, factuur 190123 enzovoort. Wij kiezen voor artikel serviceomschrijving en dat betekent dat hij nu de omschrijving zal gaan invullen op de factuur. Op de grootboekkaart bij een uitgaande factuur. Actualiseren, oké. En dat betekent dat we nu, hoe er geboekt gaat worden, welke informatie wordt, is veranderd, hebben we. Ik had nu ja moeten kiezen, wilde ik het ook daadwerkelijk opslaan. Ik heb het nu ongedaan gemaakt door nee te kiezen. Gesloten facturen weer openen. Dat is ook nieuw. Een gesloten factuur. Als u daarop gaat staan, u gebruikt de rechtermuisknop, dan krijgt u het schermpje wat u nu voor u ziet. En de derde optie is de documentstatus kunt u weer in open wijzigen. Waarom zou u dat willen doen? Omdat u dan met een open factuur weer kunt kopiëren naar een creditfactuur of zelfs ook naar een retour. Dus de status in open wijzigen is handig om alsnog een creditfactuur aan te kunnen maken. Rechtermuisknop en document status in open wijzigen. Als u een document wilt storneren, dan kan het gebeuren dat u een foutmelding krijgt dat hij zegt dat u dat niet mag. En dat heeft dan te maken met het aantal dagen dat u heeft om het storneren in te stellen. U kunt namelijk aangeven dat het aantal storneringsdagen, bijvoorbeeld na 50 dagen mag u niet meer storneren of na 10 dagen mag u niet meer storneren. Dat vindt u, dat aantal wat u in kunt stellen, dat vindt u bij de documentinstellingen. Ik kan u dat laten zien. Documentinstellingen, algemeen, en hier beneden zijn we heel ruimhartig geweest, want we mogen zelfs een jaar na dato nog storneren, want deze staat op 366 dagen dat er gestorneerd mag worden. Standaard, als ik daar niets aan doe, staat die op 0 en dan heb je dus problemen als je documenten nog zou willen storneren. Storneringsdagen bij de documentinstellingen. Grootboekrekeningen in het rekeningsschema, daar ziet u nu een slide van. Daar zit de optie tegenwoordig bij aan de linkerkant in het rood omkaderd vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat een gebruiker die niet geautoriseerd is, ook die grootboekrekeningen niet kan bekijken. Ziet daar ook geen waarde van enzovoort. Als de niet geautoriseerde gebruiker naar het rekeningsschema gaat, dan ziet hij de rekeningen die u op vertrouwelijk heeft gezet, die kan hij niet meer zien of zij kan hem niet meer zien. Dus een nieuwe optie. Grootboekrekeningen op vertrouwelijk zetten. Ook in de documentinstellingen kunt u aangeven in journaalboekingen dat u verplicht bent om een opmerking in de journaalpost te plaatsen. Dit gaat, we hebben zojuist gezien met die links naar referentievelden, dat u vanuit documenten automatisch opmerkingen in de journaalboeking kunt zetten. Maar als u handmatige boekingen maakt, dan zou u een boeking kunnen maken zonder opmerking in de regel. Nou, hiermee, met deze optie, verplichte opmerkingen, kunt u ervoor zorgen, zeker door boeking blokkeren te kiezen, dat u geen boekingen krijgt waar geen opmerkingen in staan. alleen waarschuwen, de optie daar net boven, betekent dat er wel een waarschuwing komt, maar heeft u alsnog kans op boekingen zonder opmerkingen. Excel importfunctie, we hebben het al een beetje gezien in een eerdere slide, dat u met copy en paste informatie uit Excel kon importeren in een marketingdocument. U kunt ook met de Excel importfunctie informatie, en dat zijn stamgegevens, importeren in Excel. Wat is er nieuw? Wat is er bijgekomen? Dat is de optie dat u ook journaalboekingen kunt invoeren. U heeft een Excel-document en aan de hand van de kolommen die u hier aangeeft hieronder, kunt u de informatie op een bepaalde manier in Excel, of sorry, in SAP zien te krijgen. Excel importfunctie bij de optie beheer, import en export van gegevens. De journaalboeking is erbij gekomen sinds de laatste versies. En ook als u een handmatige boeking aan het maken bent, zult u de knop importeren uit Excel rechts onderin het scherm tegenkomen. Dat is nieuw. Bij gebruikers zit ook de knop tegenwoordig formulierinstellingen kopiëren. Dat wil zeggen dat als u een gebruiker heeft die bepaalde instellingen in tabellen heeft gemaakt op marketingdocumenten met bredere kolommen, bepaalde kolommen er tussenuit gehaald, andere kolommen er tussen gezet, en u denkt dat is een mooie opmaak ook voor andere gebruikers, dan kunt u de knop formulierinstellingen kopiëren gebruiken. Die vindt u op het gebruikersscherm. U pakt, u opent de gebruiker met het gewenste scherm. U zegt formulierinstellingen kopiëren en dan krijgt u het schermpje wat ook in de slide staat. En dan kunt u door middel van vinkjes aangeven welke gebruikers ook gebruik moeten maken van die schermen. Bedenk wel dat dit dus over alle schermen gaat. U kunt niet zeggen ik wil alleen maar de inkoopfactuur of alleen maar de order. Nee, het is alles of niets wat u kopieert met deze knop formulierinstellingen. De verbonden clients, bij de hulpmiddelen onder de optie beheer kunt u tegenwoordig het schermpje verbonden clients openen en dan ziet u welke gebruiker met op welk IP-adres op dit moment met SAP aan het werk is. En eventueel kunt u hier rechtsonder een bericht zenden naar een bepaalde gebruiker. Dus de verbonden clients, bij beheer hulpmiddelen verbonden clients, kunt u een overzichtje krijgen wie allemaal aan het werk is. Volgens mij hebben we er nog 2, 3 te gaan op dit moment. Omschrijving van het veld wijzigen. Dat levert mijzelf wel eens wat hoofdbrekens op. Wat betekent dit namelijk? Dat als u op een bepaald scherm in SAP staat, laat ik een simpel schermpje nemen, zoals bijvoorbeeld de stamgegevens van de zakenpartner. Kunt u door middel van Ctrl beethouden, dat kunt u niet zien, klik. Dubbelklik op een bepaald item, kunt u de omschrijving van een veld wijzigen. Wat ik vaak zie is dat hier KVK-nummer wordt gebruikt. En wij vinden het eigenlijk wel belangrijk en ook een beetje in eigen belang. Als ik hem nu vette letters van maak, dan kan ik in één klap zien dat dit een gewijzigde omschrijving van een veld is. Het echte veld heet dus anders dan KVK-nummer. En hoe kreeg ik dit voor elkaar? Ctrl, klik, klik, dubbelklikken en ik mag wat gaan wijzigen aan de omschrijving van het veld, zodat het blad er misschien wat prettiger uitziet. Online zoeken. Misschien bent u bekend met het systeemmeldingenverslag. Het is zo dat als er zich iets voordoet in SAP, een foutmelding of een informatie, dan komt er op de onderste regel van uw scherm vaak een rode balk. Ik hoop dat u die niet te vaak ziet. Liever veel groene balken. Dat is informatie die SAP aan u wil geven. En die vindt u in het systeemmeldingenverslag. En dat vindt u bij de optie venster boven in het scherm. Daar staan alle meldingen. U ziet in mijn geval ook een aantal meldingen. Als ik op een melding ga staan en ik gebruik de rechtermuisknop, dan kan ik online zoeken kiezen. Hij opent dan uw standaard zoekmachine, laten we zeggen Google. Hij vult deze foutmelding in met daarvoor SAP Business One. En u kunt zelf ook zoeken of u de oplossing vindt voor het probleem of voor de informatie die u heeft gekregen van SAP. Online zoeken, rechtermuisknop. Dan zijn we alweer bijna één na laatste. UDF zichtbaar of onzichtbaar maken, maar nog ook mogelijkheden om UDF's te groeperen. Ik zal het laatste even laten zien. Als ik weer naar mijn stamgegevens zakenpartner ga, dan ziet u hier een scherm waarin twee velden UDF's die aangemaakt zijn worden getoond. Als ik in dit rechter gedeelte Ctrl Shift plus de B van Bertus doe, dan krijg ik het instellingenveld. Ik kan velden zichtbaar en actief maken of niet zichtbaar en inactief. Maar ook nog kunt u daar categorieën aan geven. Ik denk niet dat het belangrijk is als u maar twee velden heeft, maar heeft u daar 10, 15, 20 toegevoegde velden. Door middel van een categorie aan te geven, kunt u dus naar een bewust schermpje toe gaan. Ctrl, Shift en B. Dat heb ik gebruikt om dat schermpje te krijgen. Dan de laatste, SAP-venster over twee schermen verdelen. Heel vaak zijn mensen die zeggen, ik wil eigenlijk twee documenten naast elkaar zien om ze met elkaar te vergelijken. Heeft u twee schermen op uw PC zitten, dan kunt u het SAP-scherm verdelen over de twee. Dat doet u door het beeld niet beeldvullend te maken, de rand van het scherm te pakken en hem te slepen over het andere scherm heen. U maakt dan als het ware het venster van SAP twee schermen groot en dan heeft u meer ruimte om verschillende documenten naast elkaar te plaatsen. Het belangrijkste is, uw scherm mag niet beeldvullend zijn, dan gaat u slepen en laat hem los met de grootte die u wenst te hebben. Mijn collega naast mij, die zegt mij dat hij nog even het woord wil. Ik neem alvast afscheid. Heel hartelijk dank voor uw aandacht. Ik hoop dat het heeft bijgedragen aan een wat effectiever, maar vooral ook prettiger gebruik van SAP Business One. En ik geef nu even de microfoon weer terug aan Erik. Bedankt in ieder geval. Ja, Chris, super bedankt voor het delen van al deze, denk ik, heel nuttige en interessante tips en trucs. Ik wilde nog even heel kort teruggaan naar het splitsen van de journaalregels en de informatie die u terug kunt vinden op de grootboekkaart. Een tip die voorbij kwam, maar misschien wat snel ging, denk ik. Dat wil ik nog even kort laten zien in SAP. We hebben dit bijvoorbeeld ingericht voor de inkomende servicefactuur. Tenminste, dat dacht dat wij dat gedaan hadden. Ik denk het niet. Even kijken hoor. Ik heb hier een servicefactuur geboekt met 2 regels op dezelfde grootboekrekening. Nou, standaard boekt hij dus het totaalbedrag van €2000 op 1 regel in de grootboekkaart. Maar door het aanpassen van de instellingen en het kopiëren van de omschrijving naar de grootboekkaart ziet dit er nu als volgt uit. Als ik ga kijken naar boekhouding vind ik hier mijn journaalpost. Nou, hier ziet u al dat u netjes hier 2 regels heeft in plaats van 1. En ga ik dan ook nog op de grootboekkaart kijken. Dan zie ik hier ook 2 regels. En daarnaast hebben wij dus de omschrijving uit de factuur, die u zelf natuurlijk ingeeft, gekopieerd naar de details in de regel van de journaalpost. En ziet u dus ook op de grootboekkaart, kunt u ook printen, netjes de omschrijving van de betreffende regel. En ik weet dat dit in het verleden met name niet kon. En ja, toch wel een soort van heel erg gewenste functionaliteit. Nou, die zit er nu in, zit er standaard in, kunt u inrichten. Ik hoop nog wat verduidelijking. Gaan we terug naar de slides. Nou, nogmaals ook namens mij dank voor uw aandacht en deelname. We gaan eens even kijken of er vragen zijn. Mocht u een vraag hebben, dan vraag ik u nu om gebruik te maken van de chatfunctie. Zodat we dan de microfoon voor u open kunnen zetten.